Harry Potter presenteert World Your Rider. Welkom bij een nieuw schooljaar op Zwijnstein. Dit jaar accepteren wij weer verschillende soorten dingen, waaronder pizza Hawaii. Dat mag vanaf nu ook en vanaf nu mag je ook wapens op school hebben. Ik moet keuzes maken om de wereld beter te maken. Zullen mensen deze keuzes accepteren? Of stel ik iedereen teleur? De jongen die geen pizza Hawaii lust, komt hier om te sterven. Welkom bij Would You Rather. Yo iedereen, vandaag moet ik belangrijke keuzes maken. Heb weer een kopje koffie erbij. Join de koffiecrew en abonneer jongens. We doen vandaag ook al na een paar maanden weer eens Would You Rather. De bedoeling van Would You Rather is ook wel, je krijgt twee dilemma's. En ik moet dan mijn mening geven. Welke keuze neem ik? Maar er zit wel een groot probleem bij. Er zit een groot probleem bij. Als niemand het eens is met mijn mening, krijg ik straf jongens. Originaliteit alarm. Als niemand het met me eens is, moet ik ook al naar de website. Reddit 50-50. Laat achter in de reacties een aantal dilemma's. Ik zou er op een paar reageren. En hey mensen, vergeet trouwens niet op het duimpje omhoog te drukken. En ben je nieuw abonneer, dan is het nu tijd voor Would You Rather Reddit 50-50. Nou, laten we beginnen met de allereerste. Je moeder staat op sterven. Wat ga je doen? Wat zijn dit nou weer voor vragen dan? Is dit meteen al de allereerste vraag? Trouwen met een niet knappe 64-jarige vrouw en drink elke dag... Wat de... En drink elke ochtend de plas van je kat als ontbijt. Dit is meteen al een dilemma dat je zit zo van... Hoe verzin je dit? Of kies je ervoor om haar dood te laten gaan? Mijn moeder is lief, oké? Maar heb ik haar zo hoog zitten dat ik ga trouwen met een 64-jarige vrouw... En elke dag mijn kat zijn pis drinken? Oké, dit is wel een pittige. Het spijt me moeders dat ik dit ga doen, maar ik laat je doodgaan. Oké, zo te zien is 60% met me eens. Dus dat betekent dat de meerderheid het met me eens is en dat ik niet naar Reddit 50-50 hoef. Het doet me wel een beetje pijn dat ik mijn moeder laat sterven, oké? Ik wil gewoon niet trouwen met een 64-jarige vrouw en kattenpis drinken. Dat wil ik niet. We zijn beland bij de volgende vraag. Wat heb ik liever? Dat je super extreem onaantrekkelijk bent. Wauw. Dat is wel een low blow hoor. Of dat je super knap bent, maar je hebt op je hand een vlek die ruikt naar poep. Je hand ruikt naar poep, jongens. Ik moet toegeven, ik heb al een brandwond. Mensen zeggen dat dat poep is. Maar wil ik dat ik mijn plek naar poep ruik? Dat is weer mijn vraag. Ik heb toch al een poepvlek. Dus ik ga voor ruiken naar poep. Hey jongens, 58% is met me eens. Yo! Bijna 700.000 man hebben toch liever een hand die naar poep ruikt. En ik begrijp het. Wat heb ik liever? Eet 50 chicken nuggets, ook wel kip nuggets. Of eet 6 Big Macs. Jullie gaan me waarschijnlijk haten, maar ik ben niet zo'n junkfood persoon. En ik ben helemaal niet dol op Big Macs. Dus als ik een keuze moest maken, 50 chicken nuggets. 63% is met me eens. Gelukkig, gelukkig. Yo, ik hoef gewoon nog steeds niet naar Reddit 50-50. Volgende vraag jongens, wat heb ik liever? Eet je handen en voeten? Daar sta ik niet echt op te wachten. Of eet je volledige vader? Yo, maar die is langer dan ik. Weet je hoeveel ik dan moet eten? Ik eet dan liever toch wel mijn handen en mijn voeten hoor. Gelukkig is 67% met me eens. Daar ben ik blij mee. Meer dan 350.000 man zijn gewoon ziek, oké? Of ze hebben geen goede relatie met de vader. Je vader eten. Oké, jongens, we zijn nu beland bij de volgende vraag. De volgende vraag is serious business. Wat heb ik liever? Dat je blind bent of dat je dom bent? Ik ben nu al dom. Mijn Nederlands is zo slecht. Maar als ik een keuze moest maken, ben ik toch wel liever blind. En ik denk dat de meeste mensen daar wel mee eens zijn. Waarom zou je dom willen zijn? Oké, en... Nee! Ja. Oh, zo te zien is 37% met me eens. Ik had voor dom moeten gaan. Ik moet nu één opdracht uitvoeren waar ik niet achter sta. Door die domme keuze, dat is het gewoon. Moet ik naar Reddit 50-50? Nou jongens, we zijn beland op Reddit 50-50. Oké, laat me vanavond goed slapen. Oké, alsjeblieft. Grote kans dat ik moet censureren, want anders word ik verbannen van YouTube. Oké, wat heb ik liever? De cover art van het liedje Do Little by Pixies. Ik weet niet wie dat is. Nee, dit zegt me helemaal niks. Of een pijl die zichtbaar is onder een... Auw. Onder het vel van een hand. Nou, laten we er even achter komen. Oh my god. Oh. Oh. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Heeft hij letterlijk een pijl hier lopen porrel of zo? Ja, jongens, ik kan dit niet aan jullie laten zien, dus gebruik jullie imagination. Waarom blijf ik hier naar kijken? Nou,
we zijn weer beland op World You Rather. Wat heb ik liever? Lik de vloer van een club in deze pandemie? Of lik een toiletbril van de Walmart? Dat is gewoon een supermarkt waar je gewoon alles kunt kopen. Oké, wat heb ik liever? Ik weet, in Amerika, de mensen die naar Walmart gaan, zijn meestal echt van die gekke gasten. Ik wil niet oordelen, oké? Het spijt me. Ik lik dan liever een vloer van een club, hoor. Daar is hoogst alleen maar bier gevallen of poep onder de schoenen. Daar ga ik voor, hè? 88% is met me eens, oké? En 12% hebben een fetish of zo, dus daar kan ik niet over oordelen. Ik ben blij dat meer dan 1,1 miljoen mensen met me eens zijn. Dus dat betekent, ik hoef niet naar Reddit 50-50. Mensen zijn gek, man. Je bent een hoofdkarakter in een serie. Wat zou je kiezen? Zou ik gaan voor South Park of zou ik gaan voor Family Guy? 100% South Park, oké? Dat is mijn favoriete serie al sinds groep 4. Ik drink even weer mijn traantjes weg, jongens. 61% wil een karakter zijn in Family Guy. Yo, South Park is veel beter, jongen. Een gebroken voet die bijna is afgehakt. Die bijna al helemaal is afgescheurd. Klinkt leuk. Of een fantastische foto uit Spanje. Ik hoop zonder grappen dat het Spanje is. Het is Spanje, jongens. Jij! Het zweet breekt mij een beetje uit, omdat ik toch wel een beetje gespannen ben desbetreft wat ik allemaal kan krijgen. Oh, deze vraag gaat zo te zien volledig in de gevoelens, jongens. Oké, maar wat heb ik liever? Dat de huisdier die je op dit moment hebt zo lang leeft als jij doet. Misschien leef ik nog 10 jaar. Dan leeft Kelso ook 10 jaar. Of je brengt het dier uit het verleden weer naar het leven. Oeh, dit is wel een lastige vraag. Ik hou van Kelso, enorm. En mijn vorige honden waren een beetje zoutig all the time. Dus ik denk dat ik toch wel voor de eerste keuze ga. Gelukkig is 66% het met me eens. Jongens, ik hoop dat mijn droom nu uitkomt dat Kelso net zo lang leeft als ik. Wat heb ik liever? 3 tepels? Yo, dat is awesome, jongens. Of 1 tepel. Om eerlijk te zijn, soms scheren mannen hun tepels. Te veel informatie, jongens. En dat is eng. Straks snij je dat ene bobbeltje eraf. You never know, oké? Dat is gewoon creepy. Dus ik ga voor 1 tepel. Verdomme! Is dit serieus? Nou, dan zijn we weer beland op de meest verschrikkelijkste website die er op dit moment bestaat. We hebben weer 2 keuzes, zo te zien. De resten van een lichaam van een man die gevallen is van een berg. Of de Cliffs of Moher in Ireland. Ik ben nog nooit in Ierland geweest, dus ik ben benieuwd hoe Ierland eruit ziet. Oké, zeg dat ik Ierland krijg. Oké, gun mij deze karma. Het is Ierland, jongens! Halleluja! Je bent aan het verhongeren. Wat voor keuze maak je? Je eet een bord vol met poep. Of je eet een mensenvoet. Oké, jongens, de eerste keuze staat toch wel volledig met poep en bord. Maar het kan ook een klein bordje zijn. Ik eet liever een klein bordje met poep dan een mensenvoet, oké? Oké, 25% eet toch niet liever poep. Ik ben gewoon alweer verdrietig. Oké, de keuze die we hebben... Lekkere Nutella. Iedereen houdt van Nutella. Of opa's piem die... Of opa's piem die bedekt is vol met poep. Ik weet niet waar jullie van houden, maar ik ga toch wel liever voor Nutella, oké? Oh, het is Nutella. Jongens, ik heb eigenlijk nog alleen maar goede dingen gehad. Ik weet niet waar ik dit aan heb verdiend. Smash like, oké? Dan krijg jij ook goede karma. Wat heb ik liever? Dat je als eerste de Mount Everest beklimt? Ah, dat is niks aan, jongens. Of dat je de eerste bent op de maan. Oké, dus we gaan even een keuze maken. Ongeveer 1300 man hebben de Mount Everest geklommen. Ik denk tegenwoordig al meer. 12 mensen hebben op de maan gelopen. Als ik een keuze moest maken, ben ik toch wel de eerste die op de maan komt. Want dat is een stuk specialer. Dus ik ga voor de maan. En 83% is het met me eens. Gelukkig, jongens. Wat heb ik liever, jongens? Dat ik Harry Potter ben of Luke Skywalker? Spelen met magie? Of vliegen door de ruimte? Ah, ik ga toch wel... Ik wil magie hebben. Nope. Ik wil Harry Potter. Oh, verdomme. 49% is met me eens. Ik heb weer slecht nieuws. Ik moet weer terug naar World You Rather Reddit 50-50. De keuze die we weer hebben is een fantastische zonsopgang in Afrika. Nazi-Benja! Of een mans gezicht na een berenaanval. Ik drink weer even mijn verdriet weg. Ik ga vanavond niet slapen.
Dat je supergrote voeten hebt of dat je een supergrote hoofd hebt. Nou, je weet wat ze zeggen over een grote voet, dus ik ga daarvoor. 83% is met me één. Ik ga jullie even een weetje laten zien, oké? Dit gaat echt kansloos worden. Wisten jullie dat dit gedeelte van de arm net zo groot is als je voet? Ziek zijn voor de rest van je leven of vermoord twee puppies? Wat valt onder ziek zijn? Valt de kriebelhoest al onder ziek zijn? Sorry puppies, ik doe one for the team, oké? One for the team! Oké, 68% zou dat ook doen, jongens. Oh, het spijt me enorm, puppies, oké? Ik gun jullie een goed leven, maar ik wil niet ziek zijn voor de rest van mijn leven, oké? Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Hey, druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. Laat achter in de reactie een aantal dilemma's die je moet beantwoorden in de reacties, jongens. Zeg mensen, vergeet niet te abonneren, like deze video en tot de volgende keer. Proost!